Voorzitter, dit was een vrij groot dieptepunt, maar ik heb een vraag. Als je iemand van landverraad beschuldigt, artikel 97 van het wetboek van strafrecht, 97. Dan is iemand in verbinding getreden met een vreemde mogendheid om misdaden tegen de staat te bedrijven. Dus de vraag aan de heer Van Meijeren is, met welke vreemde mogendheid en met welke misdrijven in wie van deze drie in contact getreden om ze tegen de Nederlandse staat te plegen? De heer Van Meijeren. Nou, de heer Omtzigt heeft niet goed geluisterd. Ik heb het niet gehad over artikel 97 van het wetboek van strafrecht. Dat artikel spreekt van een vreemde mogendheid. Ik heb keer op keer genoemd artikel 97a van het wetboek van strafrecht. En daarin gaat het niet over een vreemde mogendheid, maar over een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam. En dan denk ik onder meer aan de nauwe banden die dit kabinet onderhoudt met het World Economic Forum, dat er openlijk voor pleit om de coronacrisis, of eigenlijk beter gezegd het coronaschandaal, te misbruiken om een totalitaire controlestaat uit te rollen. De heer Omtzigt. Dus u beschuldigt de drie bewindspersonen al daar dat zij niet alleen gesproken hebben met iemand, maar dat zij ook in opdracht van mensen van het WEF hier een totale controlestaat willen uitrollen om Nederlanders te onderdrukken. Dat is de beschuldiging die u hier bij deze personen. En dan specifiek tegen welke ministers heeft u het? De heer Van Meijeren. Nou, voorzitter, dat in opdracht van heb ik niet genoemd. Er is al sprake van landverraad als er wordt meegewerkt aan bijvoorbeeld het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van zo'n omwenteling. Daarnaast heb ik persoonlijk gezegd dat er misdrijven gepleegd worden en dat het uiteindelijk aan de rechter is, heb ik zojuist gezegd, om te beoordelen welke misdrijven er zijn gepleegd, door wie die zijn gepleegd en welke straf moet worden opgelegd. Ik wil vanzelfsprekend niet vooruitlopen op de uitkomsten van een gerechtelijke procedure. We moeten onze rol kennen natuurlijk. En ja, ik wacht de uitkomsten van de juridische procedures die nog gaan volgen met heel veel belangstelling af. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, het is van 2-1. En het is al interessant dat Forum in ieder geval de rechters in Nederland erkent. Dat is nog een heel klein beetje winst hier, maar goed, dat is heel marginaal met wat we hier horen. Maar er wordt hier een concrete beschuldiging geuit. Na vak K, daar zitten op dit moment drie personen en het misdrijf is landverraad. Dat is iets anders dan fout parkeren, zullen we maar even zeggen. Ja, daar stond vroeger de doodstraf op en zo ongeveer het laatste waar de doodstraf afgegaan is. Het is niet gering wat we hier zeggen. Uw vraag? Dan wil ik gewoon weten wie u hier beschuldigt. Want het is niet zomaar iets wat we hier in de arena gooien. Ja, de heer Van Meijeren. En u bedoelt okay. Van Meijeren niet de voorzitter. Ja. Gelukkig. Landverraad is inderdaad een zeer ernstig misdrijf. Er staat een levenslange gevangenisstraf op. En nou ja, ik heb uitdrukkelijk gezegd dat uiteindelijk het aan de rechter is om te bepalen door wie er misdrijven zijn gepleegd, welke misdrijven dat precies zijn en welke straffen moeten worden opgelegd. Een eerste aanknopingspunt om veel informatie boven water te krijgen kan de parlementaire enquête zijn die al is aangekondigd. Natuurlijk vergt een voorbereidend strafonderzoek de nodige instrumenten om alle feiten en cijfers boven water te krijgen. Maar we hebben al heel vaak gezien dat er in één keer notities of adviezen naar voren kwamen waar de desbetreffende bewindspersonen ineens geen actieve herinneringen meer aan hadden. Ja. Maar in ieder geval kunnen mensen in Nederland ook veroordeeld worden voor strafbare feiten waar zij misschien geen actieve herinneringen meer aan hebben. Dank u wel. De heer Omtzigt. Nou, voorzitter. Een lang antwoord is in deze Kamer vaak een teken dat iemand wegloopt bij de oorspronkelijke vraag en dat is hier volledig aan de hand. De vraag was heel simpel. Er is een beschuldiging gedaan van een zeer specifiek misdrijf en tegen zeer specifieke personen en het misdrijf waarvan de beschuldiging gedaan wordt is niet bepaald triviaal. De enige minister die ooit voor een ambtsmisdrijf veroordeeld is in dit land is veroordeeld voor het loslaten lopen van een hond waar mond en klauwzeer was. Dat mag niet, want dat is gevaarlijk. Maar verder dan dat zijn we nooit gegaan. Hier gaan we 100 keer verder. Dat kun je niet zomaar doen. Je kunt niet iemand zomaar iets zeggen. En als ik nu vraag om wie gaat het en wat is ongeveer wat er gepleegd is, zeggen dat moet onderzocht worden. Ja.
Dus ik vraag echt met klem van 2-1. Of je zegt, die persoon heeft dat gedaan, dat heeft consequenties, of je trekt het terug. Maar dat laat je niet zomaar in de lucht hangen. Ja. En u hoeft niet te bedenken dat ik de grootste vriend van dit kabinet ben. Dat is ondertussen ook wel duidelijk. De heer Van Meijeren, dank u wel. Nou ja, als de heer Omtzigt tijdens zijn maandenlange afwezigheid enigszins had verdiept in wat hier allemaal gaande is, dan had hij ook gemerkt... Ja, wacht, dat is... Nee. Dit is echt op de persoon. Dat moeten we gewoon zo niet doen. U mag alles zeggen op de inhoud, maar om zo... Ik kom even voor u op, meneer Omtzigt, zodat u dat zelf niet hoeft te doen. Vind ik echt niet goed. Vind ik echt niet prettig om dat op die manier te doen. Als collega's ziek zijn, dan hoort daar ook een stuk respect bij. Maar ik verwijs naar een gebeurtenis die plaatsvond gedurende de ziekte van de heer Omtzigt. En toen heb ik een heel duidelijk debat gevoerd, onder meer met de minister-president, waarin ik hem ermee heb geconfronteerd dat hij correspondeert met de heer Klaus Schwab, een in het buitenland gevestigd persoon, over zijn boek met als titel The Great Reset, waarin Klaus Schwab ervoor pleit om nationale democratieën te vervangen door een globale technocratie. En als daar niet openlijk over gesproken wordt, hier wordt gedaan alsof alles om volksgezondheid draait. En oh ja, we hebben QR-codes nodig en alles voor de volksgezondheid. Maar dit soort schimmige beweegredenen die worden niet met de Kamer gedeeld of er wordt zelfs glashard over gelogen, dan zijn dat sterke aanwijzingen dat dat vreselijke misdrijf van landverraad gepleegd wordt. En natuurlijk moet daar uitvoerig onderzoek naar gedaan worden, moet de onderste steen boven komen en moeten de daders gestraft worden als daar mij ligt met vrijheidsstraffen. Ja. Kunnen we daarna het onderwerp afronden? Ja? Voorzitter, dat kan zeker, ook al heb ik het gevoel dat het niet vandaag afgerond gaat worden, maar toch even. Ik maak ook het antwoord op punt 1, dat er richting deze drie ministers na 7 keer vragen, 2 ministers en een staatssecretaris. En ik ga ze van alles verwijt hoor tijdens mijn betoog, dus kijk niet te blij. Maar geen enkel spatje, geen enkele hint, geen enkele, zelfs maar een briefje, wat zou kunnen duiden op landverraad overblijft. Terwijl ze toch net even beschuldigd zijn van iets waar je levenslang voor de gevangenis in kunt gaan. Ja. 2. Dat de minister-president beschuldigd wordt van landverraad. Op zich een hele interessante vraag, want die heb ik echt wel gezien toen ik thuis zat. Ik heb te veel debatten gezien, voorzitter. Ook debatten die over mij gingen urenlang, dus dat was al een andere ding. En dat was inderdaad een briefje dat hij geschreven had. En dat gaat u nu abstraheren als dat hij in een groot internationaal complot zou zitten om hier iedereen onder een soort controle te brengen. Ja, als u dat... Er blijft helemaal niks overeind van de beschuldiging die gedaan is door de heer Van Meijeren. Ik verzoek hem dan ook het eerste terug te nemen tegen deze drie personen. Je kunt niet iemand van een zwaar misdrijf beschuldigen, publiekelijk. U kunt het doen, voorzitter. Iemand kan het doen, omdat er hier immuniteit is op het moment dat de Kamer vergadert. Dan kun je alles zeggen en je kunt er niet voor gestraft worden. Maar fatsoen zegt dat als u na 7 keer nog niet een briefje van mevrouw Broekers-Knol tevoorschijn kunt toveren waar ze iets gezegd heeft, mevrouw Broekers-Knol niet van landverraad kunt beschuldigen. Tot slot, de heer Van Meijeren. Nou, voorzitter, ik heb überhaupt geen specifieke namen genoemd. Ik heb het gehad over een aantal beleidsbepalers, zowel leden van het kabinet als leden van de Kamer die dit steunen. Nee, mevrouw de voorzitter, ik ben even aan het woord. De heer Van Meijeren is aan het woord. En de heer Omtzigt is zich kennelijk niet goed van bewust dat hier deze demissionair minister van Justitie verantwoordelijk is voor onze rechtsstaat. En als er aanwijzingen zijn dat de rechtsstaat met voeten wordt getreden, dan is het in de eerste plaats aan deze demissionair minister om aan de bel te trekken en om maatregelen te treffen om onze rechtsstaat te beschermen. Dus daarom, ik zit hier niet bij een landbouwdebat of elders, ik spreek de demissionair minister van Justitie aan op onze rechtsstaat. Dank u wel. Ik wil daarmee nu... Maar heel kort dan. Ik doe ook een beroep even op u, meneer Omtzigt, om even heel kort ook dan de opmerking te maken. Voorzitter, na 8 keer vragen is de heer Van Meijeren 180 graden gedraaid richting minister Grapperhaus. Hij beschuldigde hem eerst van landverraad en nu vraagt hij hem het om te handhaven. Ik vind het bijzonder dat hij deze draai heeft kunnen maken met een buitengewone lenigheid en feliciteer hem daarmee. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van uw bijdrage.